Het leek zo'n goed idee een tentje opzetten op 10 gemeten. Om daar voor RTV Rijnmond mooie verhalen te gaan maken. Maar inmiddels sta ik bij de pont met een kofferbak vol met koffer, montagelaptop, camera-spullen, een rugzak met kleding, kussen, een slaapmatje, een tentje en een slaapzak. En denk ik, ja, hoe ga ik dit allemaal in mijn eentje meekrijgen en hoe ga ik dit doen? Maar nee, het wordt hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Tentje op 10 gemeten. Gemeten, het kleinste bewoonde eiland van Nederland. Alleen met de pont te bereiken. In het haventje word ik opgevangen door boer Piet met zijn huifkar. Ik heb heel de veranderingen gezien van agrarisch eiland naar natuureiland. Ja. Want je wordt nog boer Piet genoemd? Ja, dat heb ik er zelf een beetje in gebracht. Ik werk wel bij die zorgboerderij. En dan liepen ze allemaal te meneren. En ik dacht, weet je wat, Piet is ook zo wat, laat me maar boer Piet noemen. Ja, want het boeren is er niet meer bij. Nee, het boeren is er hier niet meer bij. Ik doe voor natuurmonumenten nog wel de weemoed een beetje onthouden. Dit eiland is ingedeeld in 3 W's. Wildernis, wilde en weemoed. Hoe kijk je nu naar die verandering die 10 gemeenten heeft doorgemaakt? Nou, ik heb, in het begin heb ik 3 keer moeten slikken. Toen ik hier woonde, toen ik hier werkte voor die mensen, dan had ik hier een knop ingebouwd. Als ik dan overvoer naar 10 gemeten, dan deed ik die knop omzetten. Dan dacht ik, nou, het zal wel zo. En nu zeg ik, nou, er komen 50.000 bezoekers in een jaar. Die hebben een prachtige dag. Dus dat heeft best een nut, dit eiland. Zeer zeker. En ook voor de natuur. Hé, schijn eens uit. Zijn ze dwars? Je moet er weer even af, Annette, want ze zitten toch te klooien. Als de paarden van Piet weer de gang erin hebben, word ik afgezet. Bedankt, Piet. En is het tijd om mijn tentje op te gaan zetten. En ik ben er echt belachelijk trots op. Want ja, ik ben eigenlijk helemaal geen kampeer iemand. De laatste keer dat ik in een tent sliep was 15 jaar geleden, denk ik. En ook toen had ik hem niet zelf opgezet. Dus voor mijn gevoel kan het avontuur nu echt beginnen. Zo, nog een beetje een Rijnmond tintje eraan geven natuurlijk. Dit is wel heel erg leuk aan 10 gemeten, vind ik. Er is niet alleen heel veel natuur om rustig van te genieten, om erheen te wandelen. Er is ook echt beleven natuur. In dit geval speelnatuur voor kinderen, om lekker te rauzen en lekker vies te worden. En bij die speelnatuur ontmoet ik de gepensioneerde leerkracht en nu vrijwilligster Harrieke van Veenendaal. Wat betekent 10 gemeten voor je? Het betekent een ontzettende leuke invulling van de vrije tijd die is ontstaan. Het betekent ook heel veel plezier hebben met de mensen die hier ook werken. Want we hebben echt een goede ploeg vrijwilligers die hier ook heel veel werk doen. Helaas hebben we er te weinig. En het geeft zo verschrikkelijk veel voldoening. Je gaat gewoon blij naar huis. Belangrijk dat kinderen deze ervaring opdoen. Ja. En ze zitten dus niet achter de tablet. Ze zitten lekker in het water. Ze zijn bezig. Noem maar op. Dus wat wil je nog meer? Tot zover mijn eerste dag op het eiland 10 gemeten. Ik ga me opmaken voor de nacht. De zon is zo goed als helemaal onder. Dus ik kruip in mijn tentje en ik zie jullie morgen.